GeoGuessr. En jongens, ik heb gegrind. Check dit. Volgens mij is het letterlijk nog één keer winnen. En we zitten in de Gold Division. Ik wilde dit moment met jullie delen. Ik heb offline, tenminste offline, zonder camera, gewoon zoveel mogelijk potje gespeeld om daar in de buurt te komen. Maar dat duurde gewoon te lang. Ik wil niemand meer laten wachten. We gaan nu hierna in de Gold Division komen. Althans, als ik deze win. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik ben echt goed geworden. Ik ben echt goed geworden. Zo, waar zijn wij? Hé? Wat is dit? Even kijken, de zon staat in het noorden volgens mij. Dus we zitten op het zuidelijk halfrond, zou je zeggen. Oké, ik ben helemaal nog niet... Purok? Oké, dan gok ik denk ik ergens op Filipijnen. Ja. Loser champ! Boom! 3300 punten eraf. Niet vandaag. Dus meestal als je soort van Aziatisch met Engels gecombineerd ziet, dat is de kans groot dat het in de Filipijnen is. Wat voor vlag is dat? Hoeft niet te betekenen dat we in dat land zijn van die vlag. Is dat Letland? Dit lijkt niet op Letland. Oh, hier is hij nog een keer. Yo. What the fuck? Is dit al de vlag van een bepaald land? Oh mijn god. Fuck it, de Moldavië. En het was Bulgarije? Oh ja, het is wel de vlag van Bulgarije. Dit had ik kunnen weten. Shit. Nove Mesto. Wat is het hier mooi, zeg. Even kijken. Dit ziet eruit als... Is het Tsjechië? Praha klinkt als Praag, toch? Laten we gewoon in Tsjechië doen. Ik ga ervan uit dat dit Praag is. Praha. En het lijkt op Tsjechisch, dus... Oeh, oké, hij had het ook goed. Maar ik zit toch iets dichter bij mij. Het is toch 7 puntjes er weer vanaf gesnoept, hè? Dat is lekker altijd. Oké, dit zijn de Faroe-eilanden of IJsland. 1 van de 2. En ik denk dat dit de Faroe-eilanden zijn. En dat denkt hij volgens mij ook. Of is het Groenland zelfs? Dus dit moet wel Faroe zijn, toch? Ja. Wel Groenland! Shit! Oh, nou, hij zat er helemaal naast. Ik zei, oh mijn god. Loser. Oké, de Israëlische vlag hangt daar. Zou dat een instinker zijn? Nee, want ze hebben ook gele kentekens. Ja, oké, dit is... Waar zou het zijn? Hier ergens. En ik zit iets dichterbij! Maar het is de healing round, dus dat maakt niet heel veel uit. Oké. Come on. Ik zeg je eerlijk, man. Bijvoorbeeld, stel we gaan nu tegen Raoul. Ik denk dat hij geen schijn van kans maakt, om heel eerlijk te zijn. We zijn echt op een streak, joh. Dat is niet normaal. Kijk je wat bergen. Katon. Asenovgrad. Is het weer Bulgarije? Kan hij die vrachtwagen inhalen? Staat er niet van landcode op of zo? Volgens mij is het weer Bulgarije, hoor. Ik gok het gewoon. Ja, let's go, bitch. Hij hangt aan een zijden draad. Een zijden draad. Alright. Dit is altijd lastig, hè. Echt zo'n middle of nowhere plek. Het ziet er heel Amerikaans uit wel. Demolition, firewood, dirt. Contracting is zeker Amerika. Noord-Amerika in ieder geval. Beetje richting de grens van Canada. 5-acre lots. Okay, laten we Michigan doen. Oh, dat is wel in Canada. Ik zit toch weer iets dichterbij, hoor. Ik zat niet in de buurt. Ik zat helemaal verkeerd. Keer 2,5. Ja, nu wordt het interessant. Dit ziet eruit als... Nigeria of zo? Afrikaans land, 100%. Dit lijkt echt op zo'n plek waar Kees van de Spect dan een of andere misdadiger gaat opzoeken, weet je wel. Heeft deze plek geen street view coverage? Want dit lijkt niet alsof het er door een auto is gedaan. Of is het wel zo? Dit zou wel Nigeria kunnen zijn, man. Frozen foods. Ja, volgens mij rijden ze ook aan de rechterkant. Ik denk dat we voor Nigeria gaan. Bij Lagos in de buurt? Oh, het was Lagos. Shit, oh, hij houdt nog even vast. Oké. Ja, nu gaat het keer 3, ja. Nu kan hij me ook gewoon letterlijk in 1 ronde killen als ik ernaast zit. Dus dan heb ik helemaal niks meer aan die voorsprong. Kom op. Als in het zuiden dit lijkt.
op Zuid... Nee, dit is... Eerlijk, dit ziet er Pools uit. Nee, dit is niet Pools. Zou het weer Bulgarije zijn? Zou oprecht kunnen. Zou oprecht kunnen. Het is wel die hoek in ieder geval. Staat hier iets? Is het wel Pools? Ah, ik weet het niet. Ja, ik zit goed. Ik zit goed. Het was weer Bulgarije, ouwe. 3 keer Bulgarije in deze ronde. En zitten we nu in de gold? Ja, toch? Of niet? Oh mijn god, het is letterlijk dit ene streepje nog. 1 puntje. Oké, we gaan die gold halen. We moeten deze winnen. Als ik deze nu niet win, ben ik weer helemaal teruggezakt. Dat zou echt zuur zijn. Come on, guys. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Jesus Christ. Waar is dit? Dit lijkt wel heaven gewoon. Huh? Wacht, de zon staat in het noorden. Dus dit zou wel... Wat voor een auto is dit? Ja, hier kan je... Kijk, als je dus weet waar ze deze auto's hebben, dan weet je ook waar dit kan zijn. Maar dan... Dit is Zuid-Afrika of Australië, denk ik. We doen Zuid-Afrika. Oh mijn god, dat was Mongolië. Mongolië heb je ook veel van die plekken. Ik zie gele kentekens, volgens mij. Ja, dus dit is Engeland dan. Maar waar in Engeland? Dat is de vraag. Is het Ierland? Ik ben ook slecht in het onderscheiden van Engeland en Ierland, man. Ik zeg je eerlijk. Ik moet hopen dat je ergens een Ierse vlag ziet hangen of zo opeens. Crescent Road. Nee, dit is Engeland toch? Ja, het ziet ook wel uit alsof het een beetje zo'n kustplaats is of zo. Je doet het gewoon hier zo. Deze kant op. Manchester in de buurt. Oh, hij zat in dezelfde hoek. Het was een kustplaats, maar het was bij South End on Sea. Oké, come on, guys. Gaan voor die gold. Kom op. Ik ben excited. Evans Street. Dit is Nieuw-Zeeland? Australië? Hardcore. Ja, 1 van de 2. Dit is wel in het noorden, overduidelijk. Dit is wel typisch in Australisch. Australiaans bordje. Ja, dit is ergens in Australië. Oké. Dan doen we hem gewoon... Sydney. Tussen die 2 grote steden in. Ik hoop niet dat het een westkust is. Dit is de meest safe optie om te doen. Het was wel Nieuw-Zeeland. Shit. Maar goed, hij zat veel verder, zeg. Wow. Loser dat het is. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Don't get too excited too quick. Oké, ze rijden rechts. Het lijkt op een Afrikaans land. Welke taal spreken ze nou? Huh? Kenia of zo? Oh, maar de gastenkar. Shit. Ik dacht al, ik ben helemaal in de war. Wat is... Nou, ik vergeet al dat het bestaat, Madagaskar. Tenminste, op dit spel. Zo'n kleine kans dat je op Madagaskar zit. Ook met het kleine eiland. Tienda. Oké, dit is, denk ik, Zuid-Amerika. En de zon. Staat de zon in het noorden? Nee, de zon staat in het zuiden. Dus ik denk... Ik ga gokken op... Hier ergens. Oh, Bolivia. Oh ja, ik was vergeten dat het een healing round was. Ik ga serieus bij elke ronde. Alright, alright, come on. Come on. Daar gaan we. 1,5 keer damage. Nu wordt het menis. Dit ziet er echt oogsblokkerig uit. Maar dit pak dan weer niet. What the fuck? Ons zat in het noorden. We zitten in het zuidelijk halfrond. En we rijden aan de rechterkant. Toch? Ja, ik denk... Santiago of zo in de buurt? Argentinië misschien? Oké, okay, wow, hij zit er heel erg naast. Heb ik hem al gewonnen. Oh, het is weer Bolivia. 2 keer achter elkaar. Oké, okay, oké, okay, come on, come on. Keep the focus, man. Keep the focus. We rijden rechts. Dit ziet er uitgestrekt uit. Ik zie wat palmpjes. Kunnen we opmaken waar de zon staat? Nee, hè? Nee. Maar goed, we rijden rechts. Op zich ziet het er best wel Europees uit, eigenlijk. Het chill is als ik ergens een bord tegenkom. Ik kan dit niet verliezen, guys. Ik kan dit niet verliezen. Dit moet wel...
Albanië, fuck it. Oh, Tunesië. Wow, die had ik niet verwacht, man. Maar ik zit goed. En hij niet. Tenminste, ik zat niet goed. Maar beter dan hij. En dat betekent dat we in de Golden Venture zitten. Let's go! Ja! Wauw! Eindelijk! Kijk dat even staan, de Golden Vision, guys! Oh mijn god! Bedankt voor je support en bedankt voor het in mij geloven. In de volgende video gaan we kijken hoe het is om daadwerkelijk in de Golden Vision te spelen. Ik ben heel benieuwd. Tot dan!